Boekhouden voor ondernemers werd nog nooit zo makkelijk uitgelegd. Ik ben de Boekhoudjuf en vandaag ga ik je alles vertellen over een factuur maken. Kijk je mee? Welkom bij weer een nieuwe les van de Boekhoudjuf. In deze les ga ik jullie alles vertellen over een factuur maken. Ik ga vertellen wat een factuur is, waar een factuur aan moet voldoen. Ik ga iets vertellen over btw op een factuur en natuurlijk over wat er verandert in je boekhouding als je een factuur stuurt aan jouw klant en als jouw klant vervolgens deze factuur gaat betalen. Een factuur is een officieel document waarop je aangeeft welke producten of diensten jij aan jouw klant in rekening brengt en daarbij aangeeft wat jouw klant daarvoor moet betalen. Een factuur moet voldoen aan een aantal voorwaarden en dat heet ook wel de factuurvereisten. Op de site van de Belastingdienst vind je hiervan een overzicht. Factuurvereisten zijn bijvoorbeeld dat je een doorlopende nummering hebt op je factuur, je btw-nummer moet erop staan, je bankrekeningnummer, de btw-bedragen enzovoorts. Ben jij btw plichtig, dan moet jij op je facturen btw berekenen aan jouw klanten. Dat kan zijn 21%, 9%, 0%, het kan zijn dat de btw verlegd is, er zijn heel veel mogelijkheden. De btw is de moeilijkste belasting die er is. Dus ga jij starten met je bedrijf, dan is het goed om je vooraf te informeren over wat voor jouw bedrijf van toepassing is. De btw die jij op je factuur in rekening brengt aan jouw klant, moet jij afdragen aan de Belastingdienst. Is jouw klant ook btw-plichtig, dan kan jouw klant deze btw terugvragen van de Belastingdienst. Ik ga nu een factuur laten zien waarop onder andere BTW staat en hoe dit in je boekhouding wordt verwerkt. Meubelmaker De Boer heeft een receptiedesk en krukken geleverd aan Tandartspraktijk Kies en daar heeft hij een factuur voor gemaakt. Zoals jullie zien, voldoet deze factuur niet aan de factuurvereisten, maar het gaat er in dit geval om. De getallen die op de factuur staan en hoe dit in je boekhouding komt te staan straks. De receptiedesk die is gekocht, kostte 400 euro per stuk. En daarvan was er eentje. En daarmee komt het totaalbedrag exclusief BTW op 400 euro. Van de krukken heeft hij er vier geleverd. En deze krukken waren 50 euro per stuk. En daarmee kom je op 200 euro exclusief btw. Bij beide producten is 21% btw van toepassing. En dat betekent dat over het totaalbedrag, die 400 en die 200 is 600. Ik moet wel in het goede dingetje zetten. 600 euro is dus het bedrag exclusief btw. En de btw daarover is 126 euro. En als je deze twee bedragen bij elkaar optelt, kom je totaal op 726 euro. Als je een factuur stuurt vanuit je boekhoudprogramma, dan veranderen er minimaal twee of meer categorieën in je boekhouding. Ik ga je nu laten zien wat voor effect het heeft op je boekhouding dat deze factuur gemaakt is. Ik heb de factuur er nog even bij gehouden, zodat je kunt zien dat hier drie verschillende bedragen op staan die in je boekhouding moeten verwerkt. Dat is het bedrag exclusief BTW, het BTW-bedrag en het bedrag inclusief BTW. We beginnen bij het bedrag exclusief BTW en dat is die 600 euro. Omdat de meubelmaker iets verkocht heeft, betekent het dat hij opbrengsten heeft gehad voor zijn bedrijf. En opbrengsten, dat staat gelijk aan omzet in dit geval. En omzet vermelden we in de winst- en verliesrekening. De meubelmaker is nog maar net begonnen, dus die 600 euro als omzet is het enige bedrag wat in de winst-en-verliesrekening staat. En daarmee komt het totaal van zijn winst, zoals het nu geregistreerd staat, ook op 600 euro. De winst of eventueel het verlies wordt ook wel het resultaat boekjaar genoemd. Want een winst-en-verliesrekening gaat altijd over een bepaalde periode en dat noem je een boekjaar. En in dit geval is dat 600 euro. De andere twee getallen. Die 126 euro en die 726 euro, die komen op je balans terecht en dat ga ik je nu laten zien. Dit is de balans van Meubelmaker de Boer. Zoals jullie zien staat er 4000 euro op de bankrekening en heeft hij dit bedrag gestort vanuit zijn privévermogen. En dat is wat we in de les over het startkapitaal hebben behandeld. Nu gaan we verder met het verwerken van de factuur in de boekhouding. We hebben net gezien dat het bedrag op de winst-en-verliesrekening 600 euro is en dat dit bedrag ook wel resultaat boekjaar wordt genoemd. En die staat hier bij het eigen vermogen. Het eigen vermogen is dus een schuld aan de ondernemer en daarom staat hij in dit kwadrant aan de schuldenkant. Het totaal van het eigen vermogen komt hiermee op 4600 euro. Dan hebben we nog twee andere getallen die in de balans moeten worden verwerkt. En dat zijn die 126 euro en die 726 euro. We beginnen bij die 726 euro. De meubelmaker heeft een factuur verstuurd aan de tandartspraktijk. En de tandartspraktijk moet dat bedrag nog gaan betalen. Dit valt onder de bezittingen, want de meubelmaker heeft dat geld te goed van de tandartspraktijk, en dit komt in het kwadrant van het bedrijfskapitaal terecht... bij de onbetaalde facturen klanten. De factuur is namelijk wel al verstuurd, maar nog niet betaald. Het totaal van het bedrijfskapitaal komt hiermee, ik doe het even zo... op nou, kan beter even zo doen, 4726 euro. Daarnaast hebben we nog het btw-bedrag op de factuur staan. En zoals ik al aangaf, de btw die jij in rekening brengt bij jouw klanten, moet jij afdragen aan de Belastingdienst. Het bedrag komt daarom als een schuld op je balans te staan, als te betalen btw. En het totaal van het schuldenkwadrant komt hiermee ook op 126 euro te staan. Ga je nu kijken naar het totaalbedrag van de bezittingenkant van de balans, dan staat die op 4726 euro. En de rechterkant hebben we twee kwadranten. Het eigen vermogen van 4600 euro en het schuldenkwadrant van 126 euro. Tel je die bij elkaar op, dan kom je ook op 4726 euro. Met het verwerken van deze boekingen en de wijzigingen op de categorieën is de bezittingenkant en de schuldenkant weer aan elkaar gelijk en is de balans dus weer in evenwicht. Ik ga jullie nu laten zien wat er gebeurt als de tandartspraktijk de factuur gaat betalen. Het eerste wat er verandert is het bankrekeningsaldo. Dat neemt namelijk toe met 726 euro. Het saldo van de bank verandert dan naar 4726 euro. Onbetaalde facturen klanten, dat is natuurlijk nu niet meer zo, want de klant heeft de factuur betaald en dat betekent dat dit bedrag naar nul gaat. Je ziet dat dit een verschuiving is binnen het kwadrant van het bedrijfskapitaal. De bankrekening is met 726 euro toegenomen en het, de vordering op de klant, de onbetaalde factuur van de klant, die is nu betaald en daarom wordt die nul. Per saldo is het bedrijfskapitaal dus nog steeds 4726 euro en daarmee is het totaal van de linkerkant van de balans niet veranderd en is die nog steeds in evenwicht. Heb jij een webshop, dan worden de bestellingen die jouw klanten bij jou doen, meestal direct betaald. In dat geval verwerk je dat op een andere manier in je boekhouding. Je gaat dan geen gebruik maken van de post onbetaalde facturen klanten, maar maakt direct een wijziging op je bankrekening. Je hebt dan één boeking in plaats van twee, maar de uitkomst is uiteraard hetzelfde. In deze les heb ik jullie uitgelegd wat een factuur is, waar een factuur aan moet voldoen. Ik heb iets verteld over BTW op de factuur en wat er verandert in je boekhouding als jij een factuur maakt voor jouw klant. En als laatste heb ik verteld wat er in de boekhouding verandert als jouw klant de factuur betaalt. Ik hoop dat jullie hier weer wat van hebben opgestoken en zie jullie graag de volgende les weer terug. Dankjewel voor de aandacht. Vond je dit een leuke en leerzame les? Klik dan op het duimpje. Heb je nog vragen? Zet die dan in de comments. Wil je nou nooit meer een les missen van de Boekhoudjuf? Abonneer je dan op ons kanaal en klik op het belletje. Deze lessen worden je aangeboden door Boekhoudprogramma Jort. Boekhouden met een glimlach.